sta hier met Psycho. Nou, we kennen Psycho onderhand wel. Psycho is natuurlijk van, ik sta in vuur en vlam. Psycho, wat doe jij hier precies op Vetland? Ja, ik ben hier namelijk Gaming League admin, dus ik help mee met de kompels in de Gaming League area. Zo gelijk de stormbaan, goed laten runnen, pokeren, etc. Zullen ook de weekends die ook nog zelfs gaan beginnen. Daar heb ik dus ook allemaal mee op Vetland. Oké, okay, dus je bent gewoon echt een compo admin eigenlijk? Ik ben een volledige compo admin en ook zo gelijk bij de Pro League doe ik ook Trackmania. En daar sta ik ook bij voor als het echt moet, als er ergens problemen zijn, dan kunnen ze ook altijd op mij rekenen. Oké, okay, nou dat is positief natuurlijk, want dat verloopt allemaal goed zover ik weet, naar het stoomstoring na dan, van gisteravond. Zoals ik al eerder zei, we kennen jou natuurlijk van vuur en vlam. Jij bent natuurlijk al eerder eigenlijk van hoe het precies zit. Kun je het nog eens uitleggen aan de kijkers? Hoe bedoelt je? Hoe je dit in de vuur en vlam gebeuren kwam. Oh ja, dus ik ging naar de Junk Story toe. Toen was er nog een winkel. Ik kende de baas zeer goed, dat was Frank Molnar. En die heeft mij dan als verrassing op de X gezet voor de spotlights. En dan had hij mij als titel gegeven Vuur en Vlam en daar moest ik het mee doen. Dus ik was totaal niet op voorbereid wat ik moest doen. En toen hebben mensen die filmpje gevonden en op Gamelux gezet? En op Gamelux gezet en het wordt dus na 4 jaar wordt dus nog altijd gepost. Dat vind ik dus nog altijd grappig eraan. Ik vind het nu wel leuk. Sommige mensen hebben gezegd, je moet er niks van aantrekken. Dus na een tijd zult het wel verdwijnen, maar blijkbaar blijven toch in de scene en blijven toch zeer bekend. Ja, want je hebt zelfs een eigen fanbase. Ik heb ook een eigen fanpage zogelijk op Steam. Dus je moet gewoon achter de nickname zoeken wat ik als Steam-friend gebruik en dan gaat je mij echt zeer gemakkelijk vinden. En hoeveel mensen heb je al in de fanbase? Momenteel 200, waarvan dat ik er maar 100 in mijn eigen vriendenlijst zit. En daar zijn er gewoon 100 zo gewoon gejoined. Dus het is een publieke join-club waar je zo kunt joinen en dan doe ik ook, zeg ik, ik ga naar die land, ik ga naar die land toe. Dan kunnen ze ook een klein beetje opvolgen waar ik ook naar naartoe ga. Oké, en dan komen we op de ritueel. Zou jij voor Chaos, ik sta in vuur en vlam, willen zeggen? De move bedoelt je? Ja. Dat zal ik altijd al te graag willen doen. Ja, dat is super, ik zou zeggen. Oké. Okay. Andere kant, hè? Oh, je moet draaien. Ja, ik moet helemaal draaien natuurlijk. Ik sta in vuur en vlam. Hey, dankjewel. En ja, succes. Merci.